Welkom bij deze File Media Tooltip voor journalisten. Wanneer je regelmatig met beeld werkt, kan het zijn dat je soms een persoon vrijstaand moet maken. Maar als je er niet heel behendig in bent, dan kan het wegrummen van een achtergrond op een foto lang duren. De gratis tool Remove Background Image helpt je uit de brand. Wanneer je een beeld vrijstaand wilt maken, surf je naar de website remove.bg. Met Select a Photo upload je de foto die je wilt bewerken vanaf je harde schijf. Gebruik je een rechtenvrije foto van het internet, dan kun je de link naar die foto invoeren door op Enter a URL te klikken. In deze video laat ik beide mogelijkheden zien. Het uploaden van de foto of het invoeren van de URL gaat zoals je dat gewend bent van andere online diensten. Een belangrijk verschil is dat Remove je soms een reCAPTCHA voorschotelt. Dat is een pop-up waarin je gevraagd wordt bepaalde afbeeldingen aan te klikken. De reCAPTCHA zorgt ervoor dat software niet automatisch grote hoeveelheden foto's kan inladen in Remove. Wanneer je een reCAPTCHA voorgeschoteld krijgt, klik je de foto's met de gevraagde informatie erop aan en klik je op verifiëren. Remove gaat nu meteen aan de slag en haalt binnen een paar seconden de achtergrond uit je foto. Wanneer hij klaar is, kun je de foto downloaden met de knop Download. Remove zet standaard een verkleinde versie van de foto op je computer. Wil je een high-res versie downloaden, klik dan op het pijltje in de Downloadknop en klik op HD Download. Gaat het verwijderen van de achtergrond niet helemaal goed, dan kun je de niet verwijderde stukjes achtergrond handmatig wegrummen. Dat doe je door op de knop Edit te klikken. Met de knop Erase selecteer je een rum waarmee je delen van de foto verwijdert. Onder Edit kun je ook een nieuwe achtergrond toevoegen. Klik daarvoor op Background en selecteer je gewenste achtergrond. Ben je klaar met bewerken? Klik dan op Save. Ben je niet heel behendig met beeldbewerkingsprogramma's en moet je ze nu en dan toch een persoonvrijstand maken, dan kan Remove Background Image je prima helpen. Het belangrijkste kritiekpunt is dat de tool niet uit de voeten kan met foto's van voorwerpen. Maar afgezien daarvan ben ik erg tevreden. Jij ook? Tot de volgende keer.